Mevrouw de rector magnificus, meneer de decaan, leden van het bestuur van het Duitse instituut, zeer geehrte heer generaalconsul, waarde collega's, familie, vrienden en zeer gewaardeerde toehoorders. Rechtsvergelijking verbreedt de kijk op het recht en de rechtspraktijk. Een rechtsvergelijkend perspectief leert het eigen rechtssysteem beter door de ronde en een kritisch oog ervoor te kunnen hebben. Mijn doelstelling is om de regelgeving omtrent corporate governance in Nederland en Duitsland, zoals in het desbetreffende corporate governance code is neergelegd, met elkaar te vergelijken en in perspectief te plaatsen. In Duitsland heeft de discussie over goed ondernemingsbestuur in 2002 tot de invoering van een corporate governance code geleid, genaamd Deutsche Corporate Governance Codex. In de laatst gewijzigde versie van 24 juni 2014. Men zou kunnen verwachten dat de gelijke naam duidt op een gelijke inhoud. Dat is niet het geval. Een substantieel verschil met Duitsland bestaat in de structuur van de Corporate Governance Code. Door de vele best practice bepalingen telt de Nederlandse code 60 pagina's met in totaal bijna 19.000 woorden, terwijl de Duitse code ongeveer 3.500 woorden telt. Opmerkelijk is dat zowel de Duitse als ook de Nederlandse code in hun preambules beweren dat nationale en internationale standaards of best practice van goed ondernemingsbestuur de grondslag vormen van de desbetreffende code. Meer bescheidenheid was hier op zijn plaats geweest, als men bedenkt dat de codes nogal inhoudelijk van elkaar verschillen, wat niet kan bij één internationale standaard. Hoe verklaar je bij dezelfde standaard dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen over 150 bepalingen uit de code verantwoording moeten afleggen, terwijl Duitse beursgenoteerde ondernemingen slechts 105 bepalingen moeten toepassen of uitleggen? Aangezien de tijd en de omvang van de oratie wil ik slechts een aantal voorbeelden van inhoudelijke verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse code benoemen. Eerstens. De Nederlandse code bepaalt dat de hoogte van een ontslagvergoeding voor een bestuurder niet meer dan eenmaal het jaarsalaris mag bedragen. Tenzij dit in de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is. In de best practice bepaling wordt dit beperkt tot het vaste deel van het salaris. De Duitse code beperkt de ontslagvergoeding van een bestuurder tot 2 keer het jaarsalaris, waarbij het om de hele vergoeding gaat en niet alleen om het vaste gedeelte. Een groot verschil. Tweede voorbeeld. Een bestuurder mag volgens de Nederlandse code maximaal voor een periode van 4 jaar worden benoemd. Terwijl de Duitse code aanbeveelt dat de maximale benoeming van 5 jaar niet de regel zou moeten zijn. Ik constateer dat de invoering van corporate governance codes in beide landen tot een zinvolle discussie over en besef van goed ondernemingsbestuur, verslaglegging en naleving op deelterreinen door beursgenoteerde ondernemingen heeft geleid. De volgende uitgangspunten voor nader onderzoek wil ik met u delen. Erstens. Het is tot nu toe niet aangetoond dat het meer aan gedetailleerde regelgeving in de Nederlandse Corporate Governance Code ten opzichte van Duitsland ook meer effect heeft gesorteerd ten opzichte van transparantie en integriteit. Tweede, vraagtekens kunnen worden geplaatst of door Corporate Governance Codes in kwalitatieve gedragsverandering van bestuurders en toezichthouders kan worden bewerkstelligd en niet enkel in afvinkmentaliteit wordt gecreëerd. Ik kom tot het einde. De omvang van corporate governance bepalingen waarborgt blijkbaar niet transparantie en vooral niet integriteit van bestuurders of professioneel toezicht. Als dit zo is, spelen andere aspecten een grotere rol. Verschilt de manier van toezicht houden.
Spielt die maatschappelijke controle dan wel transparantie een grotere rol, bijvoorbeeld de invloed van leden van een woningcorporatie op het bestuur? Is het risico voor bestuurders en toezichthouders om strafrechtelijk vervolgd te worden door Duitse legaliteitsprincipe een motor voor integriteit? Spelen strafrechtelijke bepalingen een rol? Spelen culturele achtergronden, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse poldermodel, een rol bij de handhaving van toezicht? Of andersom, is de Duitse formele hiërarchie van invloed op het toezichthouden? Dankbaar ben ik voor de benoeming tot bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen aan deze universiteit. Van Diepen van der Kroef Advocaten dank ik dat ze mij de vrijheid gunnen om theorie en praktijk op deze manier te mogen verbinden. Ik heb gezegd.